de keur. Heya, heya, heya de keur. Heya de keur, heya de keur. Heya, heya, heya de keur. Gedag. Gaan we zien naar die achterbeen. Ik ben nog nooit zo goed opgeduwd. Nee. Maar ja, het is net een rollator, hè? Ja, ja. Ouwe trekbeer. Die leeftijd heb ik ook al een beetje. Hey. Hoe is het dan? Dat geeft wel. Je wordt ook steeds kleiner, hè? Ja, hè? Hij ouder wordt, word je steeds een klein stukje kleiner. Ach, je wordt nooit ouder. Ja. Zeg, wie zit met een probleempje? Nou. Wij willen de supporters van FC Twente eren. Ja. Ik kan me niet voorstellen. Wat? Dit zijn toch geen supporters? Dit niet? Jongen, 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 wat we van het jaar meegemaakt hebben. De hele keukencompetitie bij elkaar, nog niet zoveel de supporters als alleen bij Twente. Nou, dat bedoel ik. Oh, bedoel je dat? Ja. Oh, dat begreep ik niet. Nergens meer supporters als bij ons, toch? Ja, fantastisch. Fantastisch. Hoe vond je dat? In Duitsland zeggen ze Gänsehaut Hünevelle. In Schotland zeggen we chickenskin. Ja. Zo is dat. Vellas de wat was dat weer? Pollos. Pollos, ja, ja. Pollos de kippers, zo. Maar nu, Eddie, wij hebben grote bek gehad. Deze leu heb al een kaartje gekocht. Dan komt het budget vrij. Nee, dat geeft niet naar de directie. Dat geeft naar de supporters. Naar de orde. Wat moeten we doen? Ik denk dat jullie een mooi schilderij moeten maken. Hè? Van de supporters. Heb ik voor niks. Hoeveel supporters erop staan, maakt niet uit. Maar van de supporters een mooi schilderij. Heel groot. En dan op een plekje, wanneer die gasten het stadion, het veld oplopen, dat ze kunnen zien, dat ze zeggen van, hey, voor die mensen gaan wij de strijd aan. Kijk. En dat is heel belangrijk. Maar dat is een goede. Ja.